Zo, goedenavond allemaal. We hebben dus nog gauw, voor de vakanties beginnen hier in Brabant, hebben we nog een online festijntje voor jullie georganiseerd. En dat festijn van vandaag, dat staat natuurlijk geheel in het teken van kerst met onze nieuwe collectie Home for Christmas. Nou, jullie hebben vandaag al twee lives kunnen zien. Vanochtend natuurlijk eerst van Daisy. En daarna van Monica. Dus die hebben al voor de nodige inspiratie natuurlijk gezorgd. En ik ga ook nu nog even een kaartje maken. Ik ga het combineren met de kraftlab. En dan laat ik jullie zien dat je gewoon met een aantal mooie stansen ook gewoon wat snelle kerstkaartjes kunt maken. En je hebt nu nog tijd genoeg, dus ik zou zeggen begin op tijd. We hadden natuurlijk voor jullie een heel mooi pakket gemaakt. Echt voor een knalprijs. De waarde was volgens mij over de 70 euro. En als je die goodiebag gekocht had, dan was je 39,99 kwijt. Die zijn volgens mij inmiddels uitverkocht. Volgens mij een paar uurtjes geleden hadden we er nog twee online staan. Ik denk dat die inmiddels verkocht zijn. Dus ik denk dat er ook veel mensen het pakket hebben kunnen bemachtigen en ook lekker mee gaan doen. Er zijn een aantal producten zijn natuurlijk ook nog los verkrijgbaar als je dus misgepakt hebt. Of als je vandaag kijkt en je denkt van nou, ik vind die spullen toch eigenlijk wel leuk. De lijn Home for Christmas. Dat is een kerstlijn in traditionele kleurtjes. Dus echt het kerstrood en het kerstgroen. En ik heb daar zelf ook weer een bijpassend knipvelletje bij gemaakt. En dat is deze. Die heet natuurlijk ook Home for Christmas. Er zitten rendiertjes op, gnoompjes en pingwingetjes om alles mee aan te kleden. En wat ik vanavond ga gebruiken, we hebben de papierblokken van Home for Christmas. Die hebben we dus ook los. We hebben een grote. 30,5 voor 9,99 en we hebben een kleiner blok voor 4,99. Dat is het formaat 15,15. Nou, ik heb er al de nodige kaartjes mee gemaakt en jullie hebben natuurlijk vast al wel een keer bij mij voorbij zien komen. Allerlei leuke traditionele kerstprints zitten erin en ook wat effenprintjes. Dat is het grote blok, die ga ik gebruiken. Als je trouwens het kleine blokje bestelt, heb je dezelfde prints, dan alleen zijn de prints natuurlijk een beetje kleiner. Dus dat is net wat je zelf fijn vindt. Ik vind zelf altijd wel bij 15,15, dan past natuurlijk heel vaak je dus de Badoemallen of zo. Passen er niet op. Dus ik heb voor het grote blok gekozen. En dan ga ik vanavond ga ik mijn kaartje aankleden met het standblok uit de collectie Home for Christmas. Dat is deze, daar zitten dus allemaal uitdrukkertjes in. Er zitten ook leuke teksten en zo in die ik vanavond ga gebruiken. Wat het precies wordt, dat weet ik nog niet. Dat zie ik meestal wel gaandeweg als ik aan de knutsel ga. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik als basis bedacht heb. Ik heb toch weer mijn nieuwe vierkante stans van Kraftlab genomen als basis. Want dat vind ik gewoon een leuk modelletje. Ik ga er even een afrolpons bij nemen. Want dan krijg je dus een mooi geheel in je laagjes. Even pakken. Kijk, want als je namelijk deze stans uitstanst, krijg je dus zo'n mooi geschulpt randje met afgeronde hoekjes. Ik heb net een papiertje eronder gesneden wat een halve centimeter groter is. Maar ik dacht, dan is het misschien ook wel leuk om die rondjes ook weer even af te ronden. Die hoekjes bedoel ik zeg het fout. Kijk, dan past dat hier natuurlijk weer mooi op. Dan krijg je ook weer een mooi geheel. Deze gaan we al eventjes erop plakken. Nou, vanavond hebben we trouwens nog een live. Hè? Linda is er straks ook nog na mij. En die gaat ook nog een leuk kaartje maken. Deze had ook een hele leuke adventkalender gemaakt. Hè? Ik heb de video van deze heb ik trouwens alweer op ons YouTube kanaal gezet. Dus wil je die video's allemaal op je gemakje terugkijken? Of als je denkt van nou, ik ga die spulletjes naar de rand aanschaffen. En dan kijk ik de filmpjes en dan ga ik het namaken. youtube.com/Nora en zo. Dat is ons YouTube kanaal. Vergeet ook niet even om op het knopje abonnee te klikken. Je hebt daar, dat is verder gratis. Je hebt daar alleen een Google account voor nodig. Dat je dus met je Google account ingelogd moet zijn. Kijk, dit wordt mijn basiskaartje. En dan doe ik hier eigenlijk weer hetzelfde. Ik heb hier dus weer een wit vierkantje gesneden. 13,5. Dan past die weer precies hier in de groene stans. En ook hier ga ik natuurlijk weer even mijn hoekjes afronden.
Nou, als je die vierkante stans dus koopt, krijg je er ook nog als losse stans, krijg je er deze leuke bij met die streepjes. En die heb ik dus eventjes gestanst, ook uit het papierblok, dus uit het designpapier. En die gaan we hierop verwerken. Dan vond ik het zelf wel mooi om daar dus wit achter te doen, want des te beter ga je dus je streepjes ook zien. Dus deze komt ook weer op het witte ondergrondje. Kijk, als ik dat natuurlijk op groen doe, is dat lang zo mooi niet, want dan zie je het contrast niet zo goed. Die lijntjes die zijn natuurlijk vrij dun, dus ik lijm dat weer met mijn lijmpen van Dutch Doobadoo. Kan ik goed mee doseren. En dan krijgen we natuurlijk niet al te veel geklieder. Die schuine strepen, daar ga ik ook nog een beetje lijm op doen. Dat het zo meteen allemaal wel netjes vast zit. Anders wappert het natuurlijk alle kanten op. Met dit streepjesmalletje, misschien hebben jullie het al wel voorbij zien komen, wat dus ook ontzettend leuk is. Als je deze strepenmal dus twee keer stanst en je verlegt hem, dus je doet er nog één overheen waar je zeg maar de strepen zo hebt staan, dan krijg je ook een leuk rastertje. Dat kan ook met deze stans. Zal ik binnenkort ook nog een keertje doen. Annette had het al gedaan en volgens mij Corrie ook al. Dus jullie hebben het waarschijnlijk vast al wel ergens gezien. En dan gebruik je dus gewoon twee kleurtjes designpapier. En dan krijg je weer een heel ander effect met deze mal. Nou, wat deze en ik ook zeggen, met deze mal hoef je natuurlijk niet altijd ook die streepjesstans te gebruiken als je dat niet zo leuk vindt. Gewoon dit al als basiskaartje is natuurlijk ook een hele toffe. Dus dat proberen we ook wel bij Craftlab. En daarom valt deze natuurlijk ook weer onder onze mallenlijn Essentials. De Essentials zijn eigenlijk altijd een beetje de basisstansen. Die je natuurlijk overal bij kunt gebruiken. Ik kan altijd nog lekker even schuiven. Als ik dat met Dutch Doobadoo lijm doe. Zit hij niet meteen vast. Kan je hem eerst even goed positioneren. Hij zit nog steeds scheef. Zien jullie dat? Dat ik er niet recht met mijn hoofd boven zit. Eerst even schuiven. En dan druk ik hem pas aan. Het is wel zo netjes als dat natuurlijk gewoon mooi recht zit. Zo is het beter. En dan komt deze komt natuurlijk op ons basiskaartje. En dan gaan we die zo meteen even lekker oppimpen. Kijk, en dan wilde ik jullie eigenlijk laten zien als je dus gewoon met standjes uit dat stansblok werkt en wat knoompjes uit het knipvel of wat andere diertjes, dan kom je al een heel eind met je aankleding van je kaartje. Dus dit is die toffe vierkante stans van Craftlab. Hier zit ook eventueel nog een kleiner venstertje bij als je dat nog zou willen gebruiken. Ga ik nu niet doen, want ik ga er van alles opplakken dat je dat venstertje toch dadelijk bijna niet meer ziet. Ik heb bijvoorbeeld al wat knoopjes heb ik geknipt. En een rendiertje. Verder hebben we natuurlijk bij Craftlab hebben we die grote Words XL stans met het woordje Happy Birthday. Nou, ik had bedacht als ik die nou eens gewoon losknip van elkaar. Ik neem alleen het woordje Happy. Kun je daar bijvoorbeeld of met de alfabetstansen van Craftlab. Of dacht ik daarna met een leuke tekst uit het stansblok. Kun je er Happy Christmas of... Kun je er gewoon zelf een leuk woordje van maken. Wat heb ik gedaan? Normaal doe ik natuurlijk meestal uit zwart. Ik heb het woordje happy ook nog een keer gestanst uit een beetje een kerstgroene kleur cardstock. En die gaan we op elkaar plakken. Als je dat dan een beetje laat verspringen, dan zie je dat je een soort schaduwtje erachter krijgt. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Dit kun je natuurlijk eigenlijk met alle woordstandjes kun je dit ideetje doen. Kijk, ik vind dat zelf altijd wel mooi. Dan lijkt het net of je er een schaduw achter hebt hangen. Deze komt straks hierop. Ik denk dat ik dat met een beetje kit ga doen. En nu wil ik een leuke tekst gaan zoeken uit het stansblok. Ik heb nog geen idee wat het gaat worden. Oh. Ik denk dat dit al een leuke is. Happy fa la 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 la.
Even kijken wat er nog meer in zit. Wat erbij zou kunnen. Kijk, dit kun je bijvoorbeeld ook doen, hè. Ik denk dat ik dat ga doen. Hier heb ik een bannertje. Dit zijn allemaal uitdrukkertjes, dus dat is ook fijn. Hier heb ik een bannertje met het woord Merry Christmas. En dan denk ik dat ik hem gewoon weer even ga amputeren. Dan knip ik het woord Merry, ga ik eraf knippen. Kijk, en dan heb je zo'n leuk kant-en-klaar bannertje. Zetten we hier Christmas onder en dan zet je daar het woordje Happy overheen. Kijk, zie je hoe leuk dat is? En dan heb je gewoon al een hele leuke tekst op je kaart. Dus die gaan we er even opzetten. Ik denk dat ik dat met een beetje kit ga doen. Krijgen we een beetje diepte erin. Even de prop uit mijn 3D kit. Maar ik vind dus altijd als je wat veel kaarten moet maken. Dus ook bijvoorbeeld voor kerst. Is het altijd wel tof als je zo'n stansblok hebt. Nou knip ik natuurlijk vrij snel. Maar het scheelt je wel een hele hoop knipwerk. Dus ik doe vanavond lekker een combi met de plaatjes uit het knipvel. Met de plaatjes uit mijn stansblok. Kijk, wel leuk om die letters hier natuurlijk een beetje weer overheen te laten vallen. Dat mag best. Zolang je het woordje Christmas dan nog kunt lezen. Happy Christmas. En hier ga ik nog wat poppetjes bij zetten. Maar ik vind dan moet je ook altijd weer uitkijken dat je natuurlijk nog wel de tekst kunt lezen. Ik heb zo'n leuk klein rendiertje. Ik ga eens even neuzen nog in mijn blok. Want hier zitten dus ook allemaal leuke auto's en alles in. Het leuke trouwens van dit stansblok. Als je dat leuk vindt, hoeft natuurlijk niet. Dit is een 3D blok. Dus je hebt hier telkens ook uitleg B1, B2, B3. Kun je dus leren op elkaar. Hè? Verschillende laagjes maken als je dat zou willen. Ik ga gewoon eens even zo'n autootje uitdrukken. Kijken of dat het leuk is bij mijn rendiertje. Kijk, die kan ik hier ook zo weer deels achter zetten. En dan zie ik daar in mijn stansblok ook weer zo'n rijtje met kerstbomen. Die ga ik dadelijk ook zeker nog gebruiken. Nou, het rendiertje komt ervoor. Dus die diertjes kun je ook weer prima combineren met de uitdrukkertjes. Opletten dat je dus niet te veel over je tekst heen gaat. Hè? Dat je je tekst nog steeds kunt lezen. Kijk, dit is natuurlijk gewoon al hartstikke leuk. En zo kun je echt heel snel een heel leuk kaartje maken. Hier heb je ook nog zo'n rijtje met bomen. Dat is dan weer gewoon een los uitdrukkertje. Misschien ook leuk om zo achter de tekst te gaan plakken. En dan kan ik daar zo meteen nog gnomies tussen gaan zetten. Kijk, een rijtje bomen. En hier heb ik mijn gnoom. Misschien moet ik die candycane er een beetje overheen laten hangen. Kijk, die kan zo weer over de letters heen. En dan piept hij eigenlijk een beetje achter mijn tekst uit. Ik denk dat ik zelfs de voetjes even eraf knip. Anders komen die weer achter de letters uit. En nu kan ik hem er iets meer achteruit laten poppen. Kijk, zie je? Dan komt hij wat mooier uit. De boompjes kunnen we nog even op zijn plaats schuiven. Die zijn met kit gedaan. En dan gaan we nog eens even kijken wat we verder nog hebben voor leuke plaatjes. Om het allemaal nog een beetje op te pimpen. Maar ik denk niet dat ik er nog heel veel poespas bij ga doen. Ik ga denk ik nog wel iets uit het knipvelletje erbij doen. Maar zo kun je dus ook wel leuke snelle kaartjes maken. Hè? Hier zit vast nog meer leuks in. Oh kijk, dit is ook leuk. Hier zitten ook nog van die leuke... Gewoon van die ronde, leuke uitdrukkers zitten hierin. Ik vind het altijd wel fijn als je even die uitdrukpuntjes even een beetje wegknipt. Dat kan soms een beetje lelijk zijn. Dat is dan ook weer leuk om gewoon hier aan de onderkant...
erbij te plakken. Een beetje achteruit laten piepen. Kijk, zie je? Dus dit is echt ook gewoon ideaal als je even lekker geen zin hebt om te knippen. Echt een uitkomst, die uitdrukkers. Hier zitten ook nog hulstakjes in. Die vind ik zelf dan wel een beetje grof qua uitstanzing. Dat vind ik altijd het nadeel met een stansblok. Hoe kleiner de plaatjes worden. Je zit namelijk, ik weet dat zelf ook als ik stansblokken maak. Je zit namelijk altijd met een minimale afstand voor je stansmes. En soms vind ik dat net een beetje te veel. Maar dan pak je natuurlijk gewoon weer je schaar erbij. En dan knip je het gewoon even uit. Dus dan heb ik hier gewoon een hulstakje die ik weer achter de gnoom kan gaan steken. En zo zitten er eigenlijk nog wel meer hulstakjes in. Dus ik doe nog een keer hetzelfde. Nou, voor degenen die vandaag meedoen. Ik denk dat jullie het wel gezien hebben in de mail. Degenen die de goodiebag gekocht hebben. Die krijgen natuurlijk vandaag weer tot 12 uur vanavond. 15% korting op alle artikelen in onze webshop. De kortingscode die hebben jullie in je mail kunnen vinden. Dus sla die er eventjes op na. Dus dan kun je echt gewoon tot vanavond 12 uur met 15% kun je shoppen op norazo.com. Kijk, nou heb ik nog een hulstakje even uitgeknipt. En ik denk dat ik toch nog een gnomie erbij ga doen. Ik ga gewoon even kijken of het leuk is. Oh, ik kan er nog wel een rendiertje trouwens achteruit laten steken. Dat is ook wel leuk. Ik denk dat ik deze doe. Er zitten ook nog een paar van die losse kopjes van rendieren in. Die kan ik daar natuurlijk lekker over de schouder van de gnoom laten kijken. Ik ga even zo kijken of dat past. Misschien had ik juist niet het rendiertje zonder het kopje moeten doen. Of zonder het lijfje, ik zeg het fout. Maar dat gaan we zo wel zien. Nou, deze knipvellen die zijn natuurlijk ook los te kopen in onze webshop. Als je gewoon eventjes kijkt onder Bella Lulu. Bij de knipvellen. In de webshop staan altijd de laatste nieuwe artikelen. Of de laatste nieuwe knipvellen staan bovenaan. Dus nou, dat is in dit geval was dat deze. Dus als je denkt, nou ik heb dan één vel met plaatjes wat in mijn goodiebag zat, had ik niet genoeg. Dan kun je deze vellen natuurlijk ook nog gewoon los bestellen. Jullie weten ook wel hoe het in elkaar steekt. Hè? Als we nieuwe Bella Lulu knipvellen hebben, laten we die drukken. Maar die laten we maar één keer drukken. Dus we laten er altijd 1000 maken. En als ze op zijn, dan zijn ze ook echt op. Bijvoorbeeld ook blueberries is nu ook alweer op. Die kun je ook niet bestellen. Of niet meer, laat ik het zo zeggen. Kijk, dit is wel leuk, hè? Die laat ik zo erachter uitsteken. Dan hangt hij een beetje over de schouder bij de gnoom. Oh, mijn hulstakje is ook een beetje losgelaten. Die doe ik straks nog eventjes terug. Dus ik steek hier ook het sjaaltje weer even een beetje achter de gnoom. En dan gluurt dat rendiertje zo met zijn koppie gewoon even achter het gnoompje vandaan. Nou, ik denk dat ik er niet te veel aan ga doen. Ik vind het toch eigenlijk nog best wel druk geworden. Maar je ziet als je dus zo'n mooie stans gebruikt. Net als bijvoorbeeld deze van Kraftlab. Die vierkanten. Heb je eigenlijk heel snel een kaartje klaar. Dus dit was mijn inspiratiekaartje voor vanavond. Ik dank jullie voor het kijken. Kijk straks nog lekker mee naar Linda. En dan wens ik jullie voor nu een hele fijne avond. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!